Dames en heren, welkom bij de laatste sessie van het negende seizoen van Room for Discussion. We hebben een bijzondere sessie vandaag. Drie gasten die het over heel veel dingen oneens zijn, maar wel een belangrijk gezamenlijk doel hebben, namelijk een duurzamere wereld. Te gast zijn Ed Nijpels, voormalig fractievoorzitter van de VVD, geroemd milieuminister en tegenwoordig voorzitter van het Energieakkoord. Ten tweede Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Tieme heeft helaas op het laatste moment moeten afzeggen en we zijn ontzettend blij dat hij haar op zo'n korte termijn heeft kunnen vervangen. Tot slot Liesbeth van Tongeren. Zij was directeur van Greenpeace en is tegenwoordig sinds 2010 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. We gaan het vandaag hebben over de manier waarop zij hun klimaatdoelen willen verwezenlijken, maar we staan ook stil bij de filosofie achter hun overtuiging. We verkennen de verschillen tussen de partijen en misschien vinden we onderweg wel een compromis. Jullie kunnen deelnemen aan de discussie door jullie vragen te stellen bij de publieksmicrofoon bij Benji of via Twitter met de hashtag RFD. En dan nu graag een warm applaus voor onze gasten Ed Nijpels, Frank Wassenberg en Liesbeth van Tongeren. Van harte welkom. Zo, hoe zit dat? Heerlijk. Ja? Om in slaap te vallen. Hey Ed. We zullen u wakker houden, geen probleem. Meneer Wassenberg, om met u te beginnen. Heel fijn inderdaad dat u zo op korte termijn alsnog kon komen. Marianne Thieme moest om agendatechnische redenen toch afzeggen. We weten niet precies om welke afspraak het ging. Speelt er misschien nog iets met een formatie achter de schermen waar wij niks van weten? Nee, op dit moment niet. Ik geloof dat er nu andere partijen zijn die met elkaar in een conclaaf gaan. Maar op het moment dat die er dadelijk niet uitkomen, het zou zomaar kunnen. Dan kan de partij die natuurlijk altijd gevraagd worden. We hebben natuurlijk ook onze eisen en onze wensenlijst. Maar op dit moment is daar nog geen sprake van. Maar wat niet is, kan nog komen. Oké, nu de ChristenUnie, maar wellicht in een later stadium. Wie weet. Nou, spannend. We houden het in de gaten. Meneer Nijpels, u heeft een indrukwekkend cv opgebouwd. Ik had het er net al even over tijdens de introductie. In 1982 werd u op 32-jarige leeftijd de jongste fractievoorzitter ooit. En u was onder de bijnaam Ed Raket een soort poppiedol. Heel populair onder jonge mensen en voornamelijk onder jonge vrouwen. Kunnen we zeggen dat u een beetje de Jesse Klaver van de jaren 80 was? Nou, dat weet ik niet. Vrij Nederland heeft een paar maanden geleden een coverstory gemaakt waarbij beide, ik als oude lul en hij als jonge god, werden afgebeeld. Maar in die tijd was het inderdaad zo. Ik zat eigenlijk tussen een club bejaarden, lijsttrekkers van andere partijen. Den Uyl, Van Acht en Talau. Nou, dat was echt drie generaties voor mij. Ja, dan zelfs als je een hele suffe jonge man bent, dan steek je nog mooi af tegen die bejaardenclub. Ja, dus in leeftijd waren er wel veel overeenkomsten. Ja, en ik was natuurlijk, ja goed, je was jong en de VVD had in de oppositie gezeten. We hadden toen een kabinet van Acht, Den Uyl, Talau, dat zegt jullie helemaal niks, maar in ieder geval hele oude mensen. Wow. En die hadden toen een kabinet en dat was een één grote puinzooi. Dat kabinet viel al voordat het überhaupt was opgetreden in de Tweede Kamer. Toen hebben ze weer gelijmd, toen hebben ze weer opgetreden. En na drie maanden vielen ze weer. En ik was toen net fractievoorzitter geworden, Hans Wiegel opgevolgd. Dus in plaats van dat ik een beetje rustig in de oppositie het vak zou kunnen leren, werd ik opeens lijsttrekker. Ja, en dan toen wonnen wij de verkiezingen met 10 zetels erbij. En toen kwamen we uiteindelijk in het kabinet. Ja, mooie ervaring. Mevrouw van Tongeren, voordat u politicus werd, was u vooral maatschappelijk actief. Ook allerlei projecten voor daklozen en vluchtelingen in Australië. En u was directeur voor Greenpeace. En dan vroeg ik me af, kunt u dat activisme nog wel kwijt in die logge Haagse structuren van vandaag de dag? Nou ja, zoals de studenten hier in de zaal zitten, ben ik ook ooit begonnen. Dat gewoon het eerste wat voorbij kwam, dat was toen Tegen Haar Wil, een actiegroep tegen verkrachting en ter ondersteuning van vrouwen, ben ik op een vrijwilligersroostertje gegaan. En zo ben ik eigenlijk met mensen in aanraking gekomen die niet alleen iets vinden, maar ook iets doen. En ja, dat kan je in Den Haag nog steeds fantastisch kwijt. Want nou ja, een van mijn wapenfeiten is het tegenhouden van schaliegaswinning in Nederland. Ik weet niet wie hier weet wat schaliegaswinning is. Nou, toch wel slechte fossiele brandstof wilden we in Brabant uit de grond gaan halen. Ik kwam
kwam ik één, ook op een, nou ja, zo'n spreekbeurt als dit, een bewoner tegen. Die had keurig in een mapje een beta, hè, met een, nou ja, broek tot in de taille, geruit blouseje met korte mouwen. En een heel document met een USB-stick, hoe dat in Nederland in elkaar zat. En toen zei ik, nou, als jij een paar bewoners bij elkaar krijgt, ga ik in Den Haag eens proberen om te kijken of ik iets voor elkaar krijg. Nou, die man heeft Schaliegasvrij Nederland opgezet, nu met iets van 40 afdelingen. We hebben 10 provincies zover gekregen dat ze geen schaliegas winnen. 360 gemeenten. En dat is gewoon begonnen met 2 mensen die iets vonden. En ik heb in Den Haag een hoorzitting gehouden. Ik kreeg toen steun van Diederik Samson van de PvdA. We hebben een moratorium voor elkaar gekregen. Ja. En elk jaar bevechten we dat nog, ja, op leven en dood met minister Kamp van de VVD. Om dat moratorium vol te houden. Fossiele brandstoffen, keep them under the ground. Genoeg activisme nog dus. Zeker. Genoeg okay. Ruimte daarvoor. Waar we het met jullie over willen gaan hebben vandaag, is we gaan het zo meteen hebben over beleid. Dus concrete maatregelen die jullie voor jullie zien voor een duurzamere toekomst. Maar eerst willen we even de ruimte nemen om te kijken naar jullie visie. Eigenlijk de reden dat jullie je inzetten voor deze wereld. En dan willen we graag met u beginnen, meneer Wassenberg. De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de mens centraal stelt, maar een planeetbrede, holistische visie heeft, waarin planten, dieren en mensen allemaal gelijkwaardige onderdelen uitmaken van een groter systeem. Kunt u uitleggen waar die overtuiging vandaan komt? Nou, die overtuiging bij mijzelf, even heel persoonlijk. Ik heb gewoond in een heel klein dorp op de grens van België, echt het diepste zuiden van Limburg. Heel veel natuur, ik maakte wandelingen, daar kon je ook echt nog fossielen vinden. Je zag toen dus ook dat er iets heel erg veranderd is in de loop van 100 miljoen jaar en langer. De natuur was volkomen vanzelfsprekend voor mij, volkomen. Ik ben later biologie gaan studeren in Utrecht en toen zag ik steeds meer dat die natuur helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Niet zo vanzelfsprekend als ik uit mijn jeugd kende. En naarmate je er meer in ging verdiepen, zag je natuurlijk ook wel eigenlijk al de eerste signalen van de klimaatverandering. Je zag toen je meer ging lezen ook over de biodiversiteit die toen al erg onder druk staat. Ik heb het dan over de eind jaren 80, begin jaren 90. En naarmate je er verder in ging verdiepen, zag je gewoon dat we op een hele vervelende manier de aarde wezenlijk zijn aan het veranderen in een hele korte periode. Klimaatverandering stond toen veel minder op de kaart dan nu, maar je zag wel al dat de biodiversiteit heel erg achteruit ging. En als bioloog wist ik als geen ander dat die biodiversiteit van wezenlijk belang is, ook voor onszelf, puur eigenbelang. Wij maken deel uit van die aarde, wij maken deel uit van die planeet. En je kunt het je niet permitteren om die planeet teloor te laten gaan. En hoe zou die verhouding tussen mensen en dieren en andere dingen, hoe zou die idealiter zijn voor u? Nou, je begint dan, wat er nu bijvoorbeeld gebeurt, dan ga ik het eventjes naar de landbouw trekken, misschien dat we straks nog iets uitgebreider op ingaan. Nu is het de landbouw tegen de natuur. Er wordt op grote schaal gif gebruikt tegen onkruid, zoals het wordt genoemd, tegen insecten, vraatinsecten. Als er bijvoorbeeld nu de natuur meer als een vriend wordt beschouwd, dus wordt samengewerkt met de natuur, dat is bijvoorbeeld bij de biologische landbouw, dan zie je dat op de langere termijn de opbrengsten hoger worden, dat het natuur inclusief is, dat wil zeggen dat je in de brede omtrek daarvan gewoon natuur hebt. Want als je heel veel met gif spuit, dat heeft gigantisch effect in de wijde omgeving. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld kijkt naar de veehouderij, naar de intensieve veehouderij, die legt een gigantische onzichtbare deken van stikstof over de brede omtrek, waardoor de biodiversiteit heel erg achteruit gaat. Maar als het gaat om die verhouding tussen mens en dier bijvoorbeeld, is het dan ook niet heel logisch, omdat de mens wordt gezien als de meest intelligente levensvorm op aarde, met ratio, zelf vooral. Dat vindt de mens zelf, oké, maar met ratio en bewustzijn toch wel als unieke kenmerken. Is het dan ook niet heel logisch dat die mens hoger staat in de verhouding? Het gaat niet om hoger of lager. We maken allemaal deel uit van hetzelfde ecosysteem. En elk dier heeft zijn eigen rol in het ecosysteem. En als er eentje uithaalt, kan het hele ecosysteem uit elkaar vallen. Dus het gaat er niet om wie is hoger en wie begrijpt er meer van en wie kan meer. Juist als je als mens de mogelijkheid hebt om alles te veranderen, moet je natuurlijk heel erg verantwoordelijk daarmee omgaan. En je moet niet gaan zeggen, nou, we kunnen het veranderen, dus doen we het maar. Want echt op de lange termijn zijn we daar zelf ook het slachtoffer van. Als wij het niet zijn, hier in deze wereld, daarom ook de westerse mens, dan is het wel duizenden kilometers verderop. En daar zien we een heel concreet voorbeeld van. Wij kunnen hier 500 miljoen
landbouwhuisdieren in Nederland houden. We kunnen die dieren voeren met soja die in Zuid-Amerika wordt verbouwd en waar grote delen van het regenwoud wordt gekapt. Wij kunnen zeggen, nou ja, dan verandert het klimaat daardoor maar door het kappen van het regenwoud, maar ook door de uitstoot van de veehouderij. Het kan allemaal, maar de vraag is, moet je het ook willen? En wij vinden van niet. Dus daar ligt dan misschien een verantwoordelijkheid, vinden jullie, juist bij de mens vanwege die intelligentie? Absoluut. Ziet u, de Partij voor de Dieren ziet economische groei als de oorzaak van het probleem en niet als een mogelijke oplossing. Waarom is dat zo? Zolang economische groei duurzaam is en duurzame bedrijven oprichten, is dat toch juist goed? Nee, het is vaak, kijk, zeker als je naar de westerse wereld kijkt, het is niet dat we allemaal meer moeten. Het gaat meer over een eerlijke verdeling. En we hebben tot nu toe telkens die groei gehad. Als we nu gaan zeggen, nou, we willen verder die groei, alleen we noemen het groen, dan ben je met een woordspelletje bezig. Groene economische groei bestaat ook niet. Ja, je kunt zeggen, als we in zonnecellen investeren, is dat beter dan fossiele brandstof. Dat is wel waar. Je moet die fossiele industrie gaan vervangen uiteindelijk door duurzame energie. Gaan we het straks uitgebreid waarschijnlijk over hebben. Maar alleen maar zeggen, nou weet je wat, we willen wel economische groei. Maar die groei, die noemen we dan groen, dat kan niet. Kijk, er zijn twee groepen mensen die denken dat een eindeloze groei op een eindige planeet kan. Dat zijn economen en dat zijn gekken. We kunnen niet een eindeloze groei hebben op een beperkte planeet. Daar komt een gegeven moment een einde aan. En dat einde, dat gaan we nu al zien. En u zegt ook, groene groei is eigenlijk niet mogelijk. Ik denk dan ook aan een bedrijf als Tesla. Volgens mij uw fractievoorzitter Marianne Thieme rijdt in een Tesla. Tesla is toch een heel mooi voorbeeld van een bedrijf wat in een kapitalistisch systeem meedraait en tegelijkertijd probeert die wereld groener en duurzamer te maken. Helemaal mee eens. Maar op het moment dat wij alle auto's die op dit moment op de aarde rijden gaan vervangen door elektrische auto's, dan zijn we geen steek opgeschoten. Dus we moeten inderdaad zorgen dat we dat wagenpark uiteindelijk gaan vergroenen. Maar op het moment dat we nou al die miljarden auto's allemaal gaan vervangen door Tesla's, dan ben je nog niet verder. We moeten zorgen voor een ander transportsysteem. We moeten zorgen dat er beter openbaar vervoer is. We moeten zorgen dat we makkelijker de trein kunnen nemen om te voorkomen dat we hoeven te vliegen. We moeten niet zeggen, nou, iedereen koopt maar zijn eigen elektrische auto en is het probleem opgelost. Dat de auto's die er rijden worden vervangen door elektrische auto's, dat is heel goed. Maar je kunt niet het hele wagenpark van Nederland gaan vervangen door elektrische auto's. Daar schiet je ook niks op. We moeten ook zorgen, en dat zie je ook steeds meer, dat niet iedereen die auto meer nodig heeft. Oké, meneer Nijpels, ik wil het ook even met u over visie hebben. Ik hoop niet dat u dat vervelend vindt, want uw partijleider Mark Rutte, die staat nog wel bekend als pragmaticus. En die is ook bekend om zijn uitspraak dat visie eigenlijk een olifant is die het zicht belemmert. Maar u vindt dat geen probleem, denk ik, hè? Even nee, absoluut visie. Niet. Nee. Gelukkig, gaan we dat doen. Wij hebben gelukkig mogen binnen de VVD een beetje verschillend denken. Gelukkig maar. Doe ik trouwens al mijn hele leven, al vanaf het moment dat ik in de politiek ben gestapt. Heel goed. Voel u vrij daarin. Heeft u ook zo'n visie op de aarde als meneer Wassenberg en de Partij voor de Dieren? Ja, ik moet zeggen, ik ben opgegroeid in een gezin waarin één ding centraal stond. Dat is, als je vindt dat iets niet deugt in de wereld, dan kom je daar tegenop. Dat was overigens geen socialistisch gezin of een linksgezin of dat soort dingen. Gewoon als iets niet deugt, links en rechts bestond bij ons thuis niet, maar dan pak je het aan. Daar heb ik eigenlijk mijn hele politieke loopbaan begonnen. Dat is begonnen met 13 jaar toen ik op de middelbare school mijn eerste politieke actie voerde. En dat gaat eigenlijk tot nu door, nu ik voorzitter ben van die bonuscommissie die het energieakkoord bewaakt. Dus voor mij staat centraal dat als dingen niet deugen in de wereld, nou, een van die dingen die niet deugen, even los van de precieze uitwerking die de Partij voor de Dieren geeft, maar ook dat evenwicht in de natuur en de manier waarop de mens omgaat met dieren, dat is soms ook schandelijk. Dus ik vind ook dat daar wat aan gedaan moet worden. Het gaat echt om dat verzet tegen onrechtvaardigheid in de kern. Onrechtvaardig, ja. En dan eigenlijk ook ongelijke verhoudingen. Ja. Ik ben geen voorstander van het idee van mensen zijn gelijk. Nee, mensen zijn gelijkwaardig. En dat betekent in de praktijk dat je mensen wel, dat je de ene mens meer kans moet geven om uiteindelijk gelijkwaardig te eindigen dan de andere. Ja, toch, u bent ook een liberaal en die verhouding tussen liberalisme en kapitalisme en het natuur, dat wordt ook vaak als een problematische verhouding gezien. Hoe ziet u dat? Volslagen onzin. Volslagen onzin? Net zoals natuur is niet links of rechts. Milieu is ook niet links en rechts. Voor mij is een goed natuurbeleid of een goed milieubeleid is gewoon een kwestie van fatsoen.
ook fatsoen ten opzichte van de generatie die na ons komen, maar ook fatsoen ten opzichte van het buitenland. Want je kunt je milieuproblemen, als je niks hier aan doet, kun je ze ook exporteren. Maar, dus... dat inzetten voor het eigen belang, ook waar Adam Smith, een van de grondleggers van het liberalisme, al over sprak, van het eigen belang zorgt in uiteindelijk ook voor het grootste maatschappelijk belang voor iedereen. Dat kapitalistische systeem, dat is toch heel erg gericht op winst voor het individu en is toch niet zo bezig met die betere planeet voor iedereen? Nee, maar goed, ik neem even de uitgangspunten van de VVD, want Adam Smith is al heel lang geleden dood. En ik denk dat de gemiddelde kiezer van de VVD nog nooit van meneer Smith heeft gehoord. Die denkt aan potato chips en niet aan een grote econoom. Maar de VVD heeft als uitgangspunt, ik noem maar even een heel versleten begrip, maar verantwoordelijkheid, vrijheid en sociale gerechtigheid. Ja, en die drie begrippen, die kennen wij al 50 jaar, maar eigenlijk zijn ze nog heel praktisch toepasbaar. Want als de vrijheid van de een de vrijheid van andere mensen belemmert, dan treed je op. Dan neem je de verantwoordelijkheid. En je neemt ook verantwoordelijkheid voor je eigen leven. En daar hoort bij bijvoorbeeld de markteconomie. Maar de markteconomie kan soms ook te ver doorgaan. En daar moet je optreden als marktmeester. Dus het is wat dat betreft. En sociale gerechtigheid is die derde dimensie, ook voor liberalen. Dat betekent dus gewoon ook dat de mensen die in de kel komen, en of dat nou de natuur is, of mensen die niet kunnen betalen, of mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt, of mensen die een achterstand hebben in het onderwijs, daar doe je wat mee, die help je vooruit. Maar niet om ze voortdurend vooruit te helpen. Nee, de kunst is, en dat is misschien wel de essentie van het liberalisme, dat je mensen zo snel mogelijk een positie wil geven in het leven, waardoor ze weer die eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen en niet permanent ondersteund hoeven te worden. Dat is het ideaalbeeld. En economische groei, is dat iets waar u zich tegen verzet, zoals we net horen? Nee, het probleem is dat ik kan voor een deel meegaan met de redeneringen van mijn van hooggeachte afgevaarden, maar niet compleet in de uitwerking. Want economische groei is geen doel op zichzelf. Denk ik. En economische groei heeft een heleboel. Ik ben het helemaal met elkaar eens dat groene groei en zo, dat vind ik ook een beetje een onzinnig begrip. Het is wel zo, bijvoorbeeld, dat de opwekking van duurzame energie, of de industrie daarvan, dat kun je een stuk duurzamer noemen. Ja. Dan dat je een bedrijf als Shell fossiele brandstof opdraaft. Dus groene groei, dat vind ik een beetje mistige term. Net zoals het bruto binnenlands product, ook dat is een term die eigenlijk niet meer past. Want in dat bruto binnenlands product, daar zitten niet meer alle elementen in, bijvoorbeeld van vervuiling. Dat is een hele oude discussie. We hebben vroeger een discussie gehad over allerlei mensen die hebben gekeken of je dat nationaal inkomen opnieuw zou kunnen berekenen met alle schade. Nou, als je kijkt naar de recente rapporten van het IMF of van het Wereld Energieagentschap of van de OESO, die zeggen allemaal, er wordt voor honderden miljarden schade aangericht door bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Maar dus hoe ga je dat dan precies uitrekenen? Dus dat is ingewikkeld. Ik ben wel overtuigd van uw groene hart en dat bewijst uw staat van dienst ook. Alleen toch van uw partij, de VVD, kan niet helemaal hetzelfde worden gezegd, denk ik. Dus, hun verkiezingsprogramma dat scoort eigenlijk structureel laag in de verkiezen en in alle lijstjes. Duikt soms ook nog wel eens een verdwaalde klimaatskepticus op in uw partij. Zit u nog wel bij de goede partij eigenlijk? Ja hoor, je partij is net iets als je familie, dan neem je ook nooit afscheid van. Dus in zo'n partij blijft. En het gelukkige is het zo dat je binnen de VVD verschillend mag denken. Ik bedoel, toen ik in 27 kwam, toen kwam ik in de Tweede Kamer. Toen werd ik woordvoerder justitie. Dat was in de tijd dat de homorechten absoluut niet bestonden. Toen kreeg ik ook de vrijheid binnen de VVD om bijvoorbeeld een homowerkgroep op te richten, waardoor ik als Kamerlid ondersteund kon worden bij het debat over homo's. Toen was ik nauwelijks zichtbaar bij andere partijen. Dus maar even bij dat groene. Waarom zou iemand met een groen hart in hemelsnaam op de VVD stemmen? Omdat hij denkt dat het uiteindelijk wel goed komt ook met die VVD. Nou, denkt u dat het uiteindelijk wel... Ik weet niet of ze overtuigd zijn. Nee, even voor alle duidelijkheid, ik ben voorzitter van die boerderij. Ik zit hier niet als VVD. Nee. Ik voel me wat ongemakkelijker dat ik als VVD even duurt wordt aangesproken. Maar dat kan ik tegen. U schaamt zich er niet voor, toch? Nee, absoluut niet. Nee, dat kan ik tegen. Maar het feit dat ik die boerderijcommissie voorzit en dat ik voorzitter ben geweest van het Wilde Toerals, allerlei functies die op dat terrein. Ja. En niemand durft tegen mij te zeggen binnen de VVD, jongeman, schrijf daar eens even mee uit en zo, en stop met die onzin. Ja. Dus je hebt binnen de VVD, heb je ook verschillende opvattingen. We hebben ook zo'n 500
wethouders, burgemeesters en gedeputeerden die met elkaar liberaal groen vormen en die een wat scherper standpunt hebben dan in dat verkiezingsprogramma terecht te komen. Hebt u vertrouwen in dat de VVD uiteindelijk naar al uw verhalen gaat luisteren en meer klimaatstandpunten opneemt? Tijdens de verkiezingscampagne heb ik op een gegeven moment iets gezegd over dat in de campagne nauwelijks werd gesproken over het klimaatbeleid. En toen heb ik gezegd, nou, dat klimaatkonijn komt straks met een heel duur prijskaartje, komt dat boven water. Nou, godzijdank heeft Lubach daar een prachtige uitzending van gemaakt. Maar ik vond het dus wel heel slecht dat zo'n belangrijk maatschappelijk probleem, waarvan als je het goed wilt regelen, heeft dat belangrijke maatschappelijke gevolgen, heeft ook financiële gevolgen, je moet keuzes maken, dat daar in de verkiezingscampagne eigenlijk nauwelijks over werd gesproken. Maar door een enkele partij werd het aan de orde gesteld. En nu komt het natuurlijk bij de formatie, ligt het levensgroot ligt het op tafel, en moeten er vergaande maatregelen worden getroffen. En heeft u er vertrouwen in dat uiteindelijk wel goed komt? Ik wel, ja. Want ja. Als je even kijkt naar de huidige situatie, het wisselt per dag, hè, maar we hebben nu dan toch, denk ik, gaat er een coalitie komen samen met de ChristenUnie. Nou, het aardige is dat, ik was overigens voor een coalitie met GroenLinks. En niet niet omdat ik verliefd ben op Lisbeth of zo, maar... Ja, een beetje wel, toch? Een beetje wel. ze kan ook een lastpak zijn, vreselijk. omdat ik vind dat een kabinet een brede basis moet hebben. En de breedste basis was gewoon samen met GroenLinks. Ja. Dat daar nog hele aantrekkelijke standpunten zitten bij GroenLinks, dat was in mijn visie heel mooi meegenomen. Maar het interessante is dat wie er ook aan tafel komt, er komen altijd twee partijen in een kabinet die de klimaatwet hebben ondertekend. Ja. Dus met andere woorden, die klimaatwet die gaat straks op tafel liggen. En ik acht het ondenkbaar, dat geldt voor GroenLinks helemaal, maar ook voor ChristenUnie, maar ook voor D66, dat ze zeggen, nou, dan toch maar geen klimaatwet. En we gaan, ja. Dus die klimaatwet komt er gewoon. U heeft er vertrouwen in dat dat gaat gebeuren? Ja, en de VVD, wat je zelf zei, het raar is, Mark Rutte, die is realistisch genoeg en die weet genoeg om te weten wat de ernst van de situatie is. Alleen moet hij af en toe een beetje worden geholpen, schop onder de kont krijgen om het ook te zeggen. Nou, hartstikke goed. En dat doet u dan. Dat heb ik nu gedaan, ja. Mevrouw Van Tongeren, als we denken aan de visie van GroenLinks, dan zit hij dan misschien een beetje tussen de Partij voor de Dieren en de VVD in? Dat het een beetje de pragmatische weg heeft van de VVD, maar ook wel het idealisme van de Partij voor de Dieren. Klopt dat? Het is volgens mij een hele idealistische partij. Hè. Dat komt uit vier stromingen oorspronkelijk. En voor mij was ook echt de aantrekkingskracht dat er mensen bij zitten die, net zoals Frank ook zijn verhaal beschrijft, dat heb ik zelf ook, dat je op een gegeven moment door iets gegrepen wordt. Ik ben op een wandeltocht geweest in Tasmanië bij Australië. En dan heb je een gigantisch bos met echt onwaarschijnlijk grote bomen. En nou ja, mooi gewandeld, prachtig enzovoort. En vervolgens hoor je dus dat er een plan is om daar wat te kappen. Ik ben daar toen, ik heb allerlei protesten gezellig meegelopen. Dan gingen de vrienden in het huis, dacht ik, ga ik ook mee. He, dat zullen mensen hier ook gedaan hebben. Dat je denkt van ja hoor, nee, ben ik ook tegen, moet ook anders. En dat was voor mij de eerste keer dat ik echt in tranen was. Dat je dat bos gezien had en dat dus gewoon ja, lompe mannen met de bouwmateriaal, daar die hele boel gingen plat boeldozen. Wat raakt u dan zo, dat er tot tranen toe? Wij als mens in plaats van respect hebben voor de natuur en er meeleven, er onderdeel van zijn. Australië heeft de Aboriginals die zeggen van de aarde is niet van ons, maar wij zijn onderdeel van de aarde. En dat je dus zoiets moois ziet en dat gaat voor je ogen stuk. Alleen omdat het een heel klein beetje geld oplevert misschien. Nou, dat soort bossen hebben we in Europa al helemaal niet meer. Hè. Zulke 100 jaar oude bomen waar ongelooflijk veel leven in zat. Ja, dat raakte mij diep. En toen dacht ik van, ja, iemand moet hier wat aan gaan doen. Ik ben iemand. Dus ja, hop aan de slag. Ja. Ik ga daar iets aan doen. Ik heb toen, ik ben gevraagd om voor GroenLinks op de lijst te gaan om het groene thema verder uit te diepen. Ik ben toen op de website, dat doet volgens mij helemaal niemand, maar ik ben alle standpunten gaan doorlezen. En tot mijn stomme verbazing, dat is voor jullie misschien zeker de politicologie-studenten niks nieuws, maar ik was heel verrast dat je dus een combinatie hebt tussen groene dingen, maar daar zit dan ook bij de homorechten, voor zelfkeuze op abortus als je dat wil. Dat zo'n pakket heel erg daar bij mij paste. Daar herkende u zich in. Ja, ja veel meer dan ik verwacht zou hebben. Is GroenLinks
Is dat nou een anticapitalistische partij of niet? Ja, dan moet je eerst... ik ben een jurist, hè, dus dan krijg je define anticapitalist. Onze partij heeft eigenlijk drie hele simpele dingen. Wij zeggen, zowel mensen aan de onderkant van de inkomensverdeling als van de bovenkant moeten een normaal fatsoenlijk leven hebben. Nou, als je die twee wat dichter bij elkaar brengt, hebben ze aan de bovenkant, kunnen ze nog steeds die nieuwe Tesla kopen. En ze kunnen voldoende hard werken. Maar mensen aan de onderkant, ook in Nederland, veel te veel kinderen in armoede, dat moet omhoog. Maar dat kan binnen het kapitalistische systeem. Waar moet je dat geld weghalen? Dat moet je doen bij de dingen die we toch al niet willen. Dat zijn de grote vervuilers. Die hebben op dit moment, als je hier op de universiteitenkoelkast hebt staan, jij hebt er thuis één, je hebt er één bij Shell staan. Shell betaalt 200 keer minder voor de stroom voor hun koelkastje, als jij doet. En de universiteit zit daar een beetje tussen. We hebben iets verzonnen in de belastingen die bedrijven enorm bevoordeelt. Dus wij zeggen, haal geld daar weg. Zorg dat iedereen een kans heeft op het goede leven, zijn talenten kan ontplooien. En dat kunnen wij alleen als we zorgen dat we op een planeet zitten die in leven blijft. Niet alleen voor ons hier in Nederland, maar ook voor mensen in alle andere landen. Dus die drie dingen. Tegen het kapitalisme zoals bij Partij voor de Dieren wel zo is, maar wel voor maatregelen. De vraag is of je het woord kapitalisme, of dat toch van toepassing is. Want we praten in Nederland erg over een sociale markteconomie. Ja. En niet meer over kapitalisme. Ik ga je in de reden vallen, Ed. Partij voor de Dieren is ook niet per se tegen kapitalisme. Wij zeggen alleen, het moet een andere verdeling zijn. En we zijn tegen economische groei als geheel, maar dat het ene bedrijf dadelijk beter doet en meer verdient dan het andere, dat is evident. Wat wij vooral vinden is dat de mensen er meer van profiteren. Zodat je bijvoorbeeld de arbeid goedkoper maakt en de grondstoffen duurder. Dan dat is duidelijk. Maar dat overal is allemaal beleid wel gaan we zo hebben. Ja. Binnen datzelfde kapitalistische systeem. Ik begrijp precies, ik begrijp dat mijn beleid prikkelend is en dat de heren daar doorheen willen komen. Maar ik ga bijna afleiden in de richting van gender equality, ook een van de thema's waar ik enorm veel belang aan hecht. Want dus die drie pilaren zijn heel belangrijk, dat alle mensen, oud of jong, ik vind het heel jammer dat je je wegzet als een oude lul. Ik denk dat wij de kennis en ervaring... Ik ben gewoon oud. Ja, maar een oude lul... Was ik maar jong. Een oude lul heeft een negatieve connotatie. Oh. Ik denk dat we oud en jong en van alle kleuren en alle opleidingsniveaus nodig hebben. En als wij zelf blijven roepen van het moet alleen van de jonge mensen komen, dat is ook een makkelijke manier om het bij een andere groep te parkeren. En het is ook echt niet alleen de hoogopgeleiden die de wereld gaan redden. Ook daar heb je de hele meute voor nodig. Dus ik denk dat er heel veel problemen zitten in het kapitalisme. Maar het gaat niet uit zichzelf weg. Dus je zult dat stap voor stap moeten gaan veranderen. Nou, daar hebben wij dus een aantal ideeën. Ik ben vanaf heden ben ik een jonge godvus. Houden we het daarbij. Prima. Dat is duidelijk. Ik vroeg me ook af, is uw persoonlijke visie misschien nog wel iets activistischer, misschien wel iets radicaler nog dan die van uw partij? Gezien uw achtergrond en uw ervaring, kunnen we u misschien ook wel een beetje het ideologisch geweten van GroenLinks noemen? Of niet? Dat vind ik een hele mooie term. Maar wat heel erg grappig is, ik heb eigenlijk altijd directiefuncties gedaan en leidinggevende functies. Mm-hmm. De enige reden waarom bijna iedereen denkt dat ik een grote activist ben, is omdat de media mij heel veel zo geframed hebben. Ik denk als je, waar je ook zit, hè, je kijkt in je gereedschapskist, wat kan ik in deze functie nu ik deze mogelijkheden heb? En in de Tweede Kamer kan je heel veel meer bereiken als je er of bedrijven bij betrekt. Hè. Ik ben ook enorm met die elektrische auto's bezig geweest in 2013 al. Nou, zwik van die dingen naar Den Haag gehaald, op plein neergezet, kamp naar buiten, een plan gemaakt. Hoe kunnen we geld verdienen aan elektrische auto's, mensen aan het werk krijgen met elektrische auto's en dat combineren met auto's delen. Openbaar vervoer. Is dat activisme dan nou meer een frame? Of is dat ook wel echt iets wat u omarmt en waar u zich thuis bij voelt? Ja, je vraagt hetzelfde twee keer. Ik probeer een nuance aan te brengen. Okay. En dat is dat actief zijn en iets doen is één van de vele dingen die je kan doen. Dus is activisme ook bedrijven naar Den Haag halen? Of is activisme, dat beeld daarvan is je staat met een bordje tegen ergens voor. Nou, dat werkt niet. Dus het is een onderdeel van een heel proces. Als maatschappij geen idee heeft dat iets een probleem is, dan kan je een oplossing lanceren, gebeurt er helemaal niks. Ja. Dus mensen moeten zich daarvan bewust zijn. Dat lukt alleen via de media. Je kan op allerlei manieren in de media
daar komen. Maar één van die dingen is met bewoners die zeggen van dit effect heeft het op mij. Of met werknemers, of met jonge mensen van de TU Eindhoven zijn met die automotive techniek bezig. Als je daar wat mee doet, dan is het, daar zit werkgelegenheid in voor Nederland. Jeetje, zijn al die dingen ontdekt in Nederland. Nou, dus als je dat allemaal activisme noemt, denk ik dat het enige effectieve is om een actievoerder te zijn. Maar het wordt zo snel een hoekje van, zij is de activistische, hij is de dossiervreter. Het gaat om het resultaat en dat er iets gebeurt eigenlijk. Precies, ja. Dat je niet alleen een probleem identificeert en dan boos roept van de sukkels doen er niks aan. Nee. Maar wat Ed ook zei, en het, de meeste mensen die de politiek ingaan willen dat. Dat je niet alleen kijkt van er is een probleem en een oplossing. Maar hoe zorg ik ervoor dat die oplossing ook werkelijkheid wordt. Nou, daar trek ik alles voor uit de kast. Mm-hmm. Inclusief, dit weekend ga ik op zaterdag naar de haven, naar Code Rood. En ik ga op zondag naar Tihange. Te laten zien dat die kernenergie daar echt niet alleen een bedreiging is voor de Belgen, maar ook voor onze mensen in Limburg. Oké, en hoe er misschien ook iets had kunnen gebeuren was aan de formatietafel. Als je het nou hebt over iets bereiken en concreet iets doen, dan was dat misschien ook wel het moment om op groen echt stappen te zetten. Vindt u dan eigenlijk niet jammer dat de formatie geklapt is met GroenLinks op migratie, terwijl we misschien voor een compromis daar heel veel had kunnen bereiken voor het klimaat? Ja, ik vind het onwaarschijnlijk jammer dat het CDA en de VVD absoluut onwrikbaar niet wilden bewegen. Ook, er wordt gezegd op groen had je veel kunnen bereiken, maar als je in de verkiezingsprogramma's kijkt van die twee partijen op groen. Nou, ik hoop dat jullie de paragraaf kunnen vinden waarin de maatregelen uitgewerkt worden. Ik heb hem niet kunnen vinden. Dus op al die terreinen had je beweging moeten hebben. De liefde moet van twee kanten komen. En als er alleen maar tegen GroenLinks gezegd wordt, jullie moeten onze kant op en ons voorstel accepteren. En anders mag je wel weg. Ja, dan valt er niet te formeren. Dus u staat achter die keuze. U had diezelfde natuurlijk keuze gemaakt. Natuurlijk sta ik achter die keuze. We hebben met z'n allen Jesse Klaver en Katelijne Buitenweg daar laten onderhandelen, hebben we voor gekozen. Ik heb niet aan tafel gezeten. Ik heb alleen maar geholpen met notities schrijven. Zij maken de uiteindelijke afweging en zij leggen dan weer verantwoording naar ons af. Vind ik het jammer? Ik vind het vreselijk jammer. Dus ik hoop dat iedereen die CDA en VVD gestemd heeft, daar eens gaat informeren waarom die partijen nou echt niet bereid waren om samen met GroenLinks in een kabinet te stappen. Dus de verantwoordelijkheid ligt misschien ook een beetje dan bij ons? Die ligt vooral ook aan de andere kant. Ja. Die ligt echt niet bij één partij. Ik vind dat wederom een heel raar mediaframe. Je zit met z'n vieren aan tafel. En dan zou het aan één iemand liggen dat het niet lukt. Dat ligt aan alle vier. Er is niet naar elkaar toe bewogen op dat ene onderwerp. Groen is nog nauwelijks uitgediept. En ook daar, dat heb je in alle kranten kunnen lezen, was er geen enkele beweging van CDA, VVD in de richting van een echt duurzaam groen beleid. Laten we even kijken of er inmiddels al een vraag is vanuit het publiek. Die moeten er zijn. Die moeten er zijn. Ja, anders gaan wij het publiek vragen stellen. Nou lijken jullie het heel erg met elkaar eens. En ik was benieuwd, wie zijn nou die anderen die het niet met jullie eens zijn? Wie zien jullie als jullie grootste ander, die jullie grootste reus die jullie tegenkomen? Oké. Even iemand anders. Meneer Wassenberg, wie staat er het verst van u en uw idealen af? Heeft u het idee? Nou, ik ga geen persoon noemen, maar een partij. Dan hebben wij toch het meeste verschil met een partij als het CDA. Die echt elke ontwikkeling, zowel op het gebied van duurzame energie tegenhoudt, als wat ontzettend belangrijk is, die ontwikkelingen in die intensieve landbouw, die intensieve veehouderij tegenhoudt. Vervelend is ook dat ze zeggen dat ze voor de boeren opkomen. Aan de andere kant is al jarenlang het geval dat er 2.500 bedrijven per jaar omvallen. Dat zijn 50 bedrijven, boerenbedrijven per jaar. Ze hebben maar twee mogelijkheden. Of ze worden groter, groter, groter. Of ze vallen om, ze gaan failliet. En dat is het beleid dat jarenlang is ingezet door partijen, vooral het CDA, maar ook de VVD, PvdA. CDA houdt er nog steeds koet aan vast. Wij zeggen, help nou die boeren, maar help ook de dieren, help het milieu. Zorg dat ook kleinere bedrijven rendabel zijn, dat die een eerlijke boterham kunnen verdienen. De CDA houdt alles tegen. Dus als u vraagt, wat is nou je
vijand, grootste tegenstander. Dus wat betreft de Partij voor Dieren toch echt het CDA. Het CDA. Niet de VVD, wat sommige mensen denken. Die zijn veel flexibeler. Dat zag je ook in de Mark Rutte, die een aantal jaar geleden zei, nou, ik zou best een groen-rechtse partij willen zijn. Maar het CDA houdt alles tegen, is veel conservatiever dan bijvoorbeeld de VVD. CDA als vijand. Ik heb die term al genoemd. Nu het even gaat over duurzame... Nee, u niet? Nee. Nee, want de macht ligt al lang niet meer bij regeringen en bij politieke partijen. De macht in de wereld en ook in Nederland is verschoven naar een aantal grote bedrijven. Dus op landbouwgebied is dat vooral Monsanto. Op energiegebied, die Nederlandse regering krijg je nog wel een keer mee. Maar waren het niet voor de enorme invloed van bedrijven zoals Shell, ExxonMobil, de NAM. De Shell is eigenlijk rund het ministerie van Economische Zaken. Dat vinden we heel erg lastig om in Nederland te accepteren. Als het over Nigeria gaat, geloven we onmiddellijk dat Shell daar een enorme invloed heeft op de ministeries. In ons eigen land vinden we het bijna niet te verteren, want we kennen iedereen. Dat zijn toch redelijk en aardige mensen en dat zijn het ook. En wat is er nou mis met het uitwisselen van managers op stages? Wat is er nou mis met het feit dat Shell allerlei programma's op universiteiten financieel ondersteunt? Wat is er nou mis met dat de NAM allerlei voorlichtingscursussen doet in gemeentes, in Groningen om uit te leggen waarom dat aardgas zo nodig is. Nou, daar is enorm veel mee mis, want daar zit een totale oneigenlijke beïnvloeding van een bedrijf die in de jaren 80 al wist dat hun product een klimaatveranderingsprobleem ging veroorzaken. Vervolgens dat die kennis verstopt heeft en doorgegaan is. De huidige CEO zegt het ook. We will pump anything we can pump. Ik ben laatst op de aandeelhoudersvergadering geweest van Shell. Heb ik gevraagd of ze in elk geval een motie, een amendement willen steunen. Om in kaart te brengen wat hun mogelijkheden zijn om hun CO2 footprint op hun olieproducten naar beneden te brengen. En daar wordt van gezegd, dat is niet in het bedrijfsbelang, dat gaan we niet doen, die motie is ook weggestemd. Dus de grootste bedreiging komt niet van politieke partijen, naar de vraag, maar dat komt de tegenstander zit de dus meer bij de grote bedrijven. Zit bij die bedrijven, ja. En je moet dus medestanders vinden in de partijen die door die retoriek heen kijken, die door de korte termijn winsten heen kijken, om te zorgen dat die gas- en oliebedrijven schone energiebedrijven worden. Dan wil ik graag door en dan gaan we het even... Nou ja, er werd gezegd, u zijn het zoveel eens. Omdat hij had de vraag, hij stelde de vraag aan drie mensen. Ja, maar ik kom bij u, maar ik wil eigenlijk maar naar beleid. Ik ga die vraag dus... Ik zit hier niet als VVD, maar dat is voor je van die burgerscommissie. Ja, ik wil dus naar het energieakkoord namelijk. Dus ja, dom. precies, maar even als het gaat over... Toch even jouw vraag beantwoorden. Nou, kort dan. Als ik in politiek opzicht, waar ik het verste van afsta, dat is denk ik toch van de SGP. Om dus allerlei, andere reden om allerlei redenen het, die ja. ik niet hoef uit te leggen. Nee, andere redenen dan Groen, denk ik ook. Maar dat zal niet je grootste vijand zijn. En dat was de vraag. Nee, maar ik wil naar het energieakkoord. Ik hou niet van vijandsdenken. Zo. Ik kan het over het algemeen redelijk vinden, ook bij mensen die verkeerde opvattingen hebben. Mm-hmm. Dat blijven voor mij toch altijd mensen. Het is echt een vijanden. Ik denk niet in vijandsbeelden. Nou, dat is iets vanuit dat is sympathiek de Koude Oorlog. Ja, ik wil graag kijken naar dat beleid en kijken of jullie daar misschien ook wat meer van mening verschillen uiteindelijk. Want om die groene idealen te verwezenlijken, zullen we uiteindelijk, of het nou bedrijven zijn of burgers, moeten corrigeren en sturen in hun gedrag misschien wel. Een van de middelen daarvan is het energieakkoord geweest. In 2013 gesloten door de overheid, werkgevers, vakbonden, milieuorganisaties. En mijn vraag is eigenlijk, liggen we op schema? Ja. Nee. Nou, daar is je vraag. De vraag wordt aan mij gesteld en ik ga erover. Ik dacht dat ik er ook over ging. We komen zo meteen ook bij u. We beginnen met de ja. Waarom liggen we op schema, meneer Nijpels? We liggen op schema. We hebben, om het voor de zaal ook begrijpelijker uit te leggen, we hebben in het energieakkoord hebben vijf doelstellingen afgesproken. Duurzame energie, energiebesparing en werkgelegenheid. Die vijf hoofddoelstellingen, daar worden we ieder jaar door de planbureaus worden we daarop afgerekend. De planbureaus maken de nationale energieverkenning en dat is een soort rapport over de stand van zaken in Nederland rond het energiebeleid, maar ook de stand van zaken rond het energieakkoord. Nou, die nationale energieverkenning is in oktober uitgekomen. Die heeft gezegd op drie doelstellingen bent u op het goede schema, bij twee moet er nog wat bij. Nou, die twee erbij, daar hebben we met alle partijen over onderhandeld, bedrijfsleven, milieubeweging, ook het kabinet. Daar is een pakket afgesproken door al die partijen, ook de milieubeweging.
En dat hebben we weer laten doorregelen door de planbureaus. En met dat pakket zeggen de planbureaus, het energieakkoord ligt op schema. En maar, die hoofddoelstellingen liggen zijn dus binnen bereik. Als je nou kijkt naar duurzame energie bijvoorbeeld, daar is de doelstelling in 2020 14% van de energie moet duurzaam zijn. In 2015 was het 5,8%. Vorig jaar 2016 5,9%. Ja, nee. Kunnen we toch moeilijk zeggen dat we op schema liggen? Nee, ja, nee. Kan je wel zeggen, wat maar... wat je kunt vaststellen is dat Nederland hopeloos achterloopt. Nederland bungelt onderaan in de competitie, in de lijst van Europese landen, samen met Malta en Luxemburg. Daar liggen we dus niet op schema. Daar is dus geen discussie over. Wij bungelen onderaan. Om nou te voorkomen dat je onderaan bungelt, om de been bij te trekken naar die 14 en die 16%, hebben al die partijen, inclusief Greenpeace, waar mevrouw Vertonghen vroeger directeur was, die hebben met elkaar afgesproken, nemen een pakket aan maatregelen. Al die maatregelen zijn de afgelopen jaren, die worden doorgevoerd. Die maatregelen gaan niet van het ene op het andere jaar onmiddellijk succes opleveren. Dat gaat op termijn. Neem bijvoorbeeld even, want dat is moeilijk, makkelijk voor te stellen, wind op zee. Er worden nu de eerste twee windmolenparken worden nu aanbesteed. En er komen er nog drie hele grote. Nou, dan ga je langzamerhand op weg om dat percentage te halen. Maar het staat buiten kijf. En dat is ook afgesproken met de Kamer. De planbureaus zijn degene die uitmaken of we uiteindelijk op schema liggen of niet. In oktober komen die weer uit. En die planbureaus zeggen niet alleen nu, nee. Die zeggen, lig je met al die maatregelen die zich allemaal gaan opstapelen. En die natuurlijk niet heel snel, maar langzaam het resultaat gaan opleveren. Dus de planbureaus zijn hoopvol en die denken dat dat gaat lukken? Niet hoopvol. Die zeggen in 2020 en 2023 gaat het doelstelling halen. Mevrouw Van Tongeren, nu mag u vertellen. Ja, okay. Ten eerste, ik vind het een hele goede en eerste poging in Nederland om te kijken om er iets van beweging in te krijgen. Dus daarvoor alle lof. En ook gezien je functie begrijp ik dat je te vuur en te zwaard het energieakkoord moet verdedigen. Maar in werkelijkheid, je hebt eigenlijk een soort, wil je CO2 terugbrengen, heb je eigenlijk 5 sectoren waar je iets in moet doen. Nou, transport is er één van. Daar is echt nog niks gelukt. Ik weet dat de uitdaging goed is, maar dat schiet niet op. De zware industrie is de volgende. Ook daar wordt zelfs de wet die wij al 10 jaar hebben, die zegt dat als bedrijven een energiebesparende maatregel binnen een bepaalde periode kunnen terugverdienen, dat ze moeten nemen. Die wet wordt niet gehandhaafd en niet uitgevoerd. De minister heeft nu pas, na 5 jaar energieakkoord, gedreigd dat als jullie het nog steeds niet doen, dan wet komen. Dus ook dat stuk lukt niet. Die wet is er al, hè? Die wet moet vandaag even. Ed. En vervolgens de woningbouw. Vandaag weer een rapport daarover dat het niet lukt om de gebouwde omgeving in het tempo wat we zelfs in Europa afgesproken hebben, zelfs zonder energieakkoord zouden we dat moeten doen, om dat te halen. Die 14% schone energie. Misschien met heel veel mazzel, als er niks verandert in de hoogste verwachting, zeggen de planbureaus dat we het halen. Maar hoe halen we dat dan? Dat halen we onder andere doordat er bomen gekapt worden in Canada. Die komen in een schip deze kant op. Die worden in kolencentrales bijgestookt. En van de Europese Unie mag je dat, als je dat als land wil, meetellen als schone energie. Maar het is natuurlijk geen echte schone energie. En het is niet zo hard als eigenlijk gehoopt zou worden zoals op schema liggen. Nee. Meneer Wassenberg, uw partij wees het helemaal af, het energieakkoord. Kunt u uitleggen waarom dat is? Nou, omdat dat veel te veel de focus legt op een heel klein deel van de energie. Maar er worden ook allerlei dingen worden groen genoemd die helemaal niet groen zijn. Er wordt over mestvergisting, wordt expliciet genoemd. Wat is mestvergisting? We hebben gigantisch veel landbouwdieren die worden gevoerd met soja vanuit Zuid-Amerika. Die dieren schijten de hele boel onder. Het zijn echt ook per Nederlander een aantal badkuipen vol mest. Nou wordt gezegd, als ze die mest nou gaan verbranden of gaan vergisten, dan komt er energie uit vrij. Partij voor Dieren zegt, het hele regenwoud wordt daarvoor gekapt. Je moet gewoon zorgen dat die mest niet ontstaat. Dan bespaar je energie en veel meer dan dat beetje oplevert. Dus een vorm van greenwash. Het is geprobeerd worden op die manier om het onaanvaardbare aanvaardbaar te maken. Wat je bovendien ziet, u zei net, het duurzame energie. Energieaandeel is gestegen van 5,8 naar 5,9%. Als je gaat kijken naar de absolute cijfers, wat is er gebeurd? Ja. Er is wel veel energie bijgekomen, duurzame energie. 6 petajoule, dat is 6 miljoen miljard joule. Maar tegelijkertijd is er 72 petajoule, 72 miljoen miljard joule, dus 12 keer zoveel fossiele brandstof bijgekomen. Dus
Groene energie heeft een kleine stap gemaakt. En de stap van fossiele brandstof is 12 keer zoveel groter geworden. Dus het aandeel valt helemaal tegen elkaar weg. En dat is het grote probleem daarvan. En dat is ook het grote probleem. Tenminste, hoe ga je dat probleem oplossen? Dat kan echt alleen als we serieus werk maken van energiebesparing. Want de meest duurzame energie is niet energie van de zonnepanelen. Is niet energie van de windmolens op zee. De meest duurzame energie is energie die je niet hoeft te gebruiken. Maar dat laat je niet uit de grond. Maar de laatste heeft hij helemaal gelijk in. En dat is een groot probleem gebleken ook de afgelopen jaar. Ja, 40% van de energie die wij gebruiken komt uit de gebouwde omgeving. Dus energiebesparing is de meest duurzame. Zijn we het over eens? Maar nog even, nou even toch terug naar wat jij vroeg. En naar de waarheid. Want de waarheid is dus ook, en dat is ook met de Kamer gesteld, dat de planbureaus zeggen met het pakket aan maatregelen, wat al die partijen die in dat energieakkoord zitten. Daar zitten ook de milieubewegingen. Hè? Daar zitten de werkgevers in, het kabinet in. Daar zitten de werknemers in. Die 5 doelstellingen van het energieakkoord zijn met dit pakket aan maatregelen wat nu getroffen is, worden die doelstellingen in 2020, 2023 gehaald. Dat staat als een paal boven water. Maar de wordt er niet in genoemd. Want terwijl het toch wel degelijk onderdeel zou zijn van die energietransitie. Ja, nee, luister even. Maar we moeten niet dingen door elkaar halen. Het ging nu even over het energieakkoord. Het energieakkoord is bedoeld om de achterstand die Nederland heeft, en daar zijn we het met elkaar over eens, we nemen een achterlijke positie om die in te lopen. Nee, maar dat lukt dus niet. Elisabeth. Jij bent die achterstand, die gaan we dus inhalen. En dat zeggen de planbureaus, klaar. Dat zegt Greenpeace ook. Dat zeggen alle milieuorganisaties. Maar u zegt steeds, die planbureaus zeggen dat nou. Maar als ik, ik probeer het echt te begrijpen. Maar als ik zie van 5,8% naar 5,9%, dat schiet je op. De trend zegt toch wat anders? Ik geef toch één voorbeeld. Namelijk die windmolenparken die op zee gaan komen. Daar zijn de eerste twee, die zijn nu aanbesteed. Hè? Mm-hmm. Overigens met een spectaculair succes. Want de prijs van windenergie op zee begint nu bijna die van kolen te benaderen. Waardoor je die kolen straks niet meer nodig hebt. De eerste onder aanbesteden komen 5 van die windmolenparken. Dat zijn de grootste in de wereld. Als die 5 windmolenparken klaar zijn in 2023, dan geven ze elektriciteit voor 5 miljoen huishoudens. Dus daar is ineens 2023. En dat is dus volgens schema dat dus verloopt. Dat is dus de doelstelling. Ja, Liesbeth, we gaan niet praten over wind op zee, want dat is echt onzin om te zeggen dat het niet op schema loopt. Want dat is gewoon een van de grote successen. Die wordt uitgevent. Waar de directeur van Greenpeace, notabene, advertenties over onderschrijft hoe succesvol het is. Nog even over die veehouderij. Daar kom ik op mee, want ik heb toch wel een interessante vraag. Ik ben, dat weet je ook, voorzitter is van de commissie Duurzame Veehouderij. We hebben een rapport uitgebracht en we hebben gepleit voor een nationaal regisseur om te zorgen dat er eindelijk iets wat gebeurt in de duurzame veehouderij. En wat gebeurt er? Niks. Wat er gebeurt er in de Kamer? De Kamer verklaart het controversieel. Ja. Dus het wachten op iemand die de regie gaat voeren is nu door de Kamer tegengehouden vanwege het feit dat het kabinet demissionair is. Oké, ik wil eigenlijk even maar voor die tijd gebeurt er ook al niks. Ja. Dat is het probleem. Nee, er zijn heel veel rapporten verschenen. Ze zijn allemaal van door. Ze zijn het allemaal mee eens. Er moet iets wezenlijks veranderen. We moeten echt even door. Sorry, anders gaat het zo ook te veel van de hak op de tak. Maar het zijn interessante geluiden die ik hoor. Ik wil even kijken naar een andere manier nog dan het energieakkoord. Om ook even naar uw partij te kijken. Als ik zoek op het partijprogramma, het afgelopen verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. En ik zoek daar op de trefwoorden verbod, verbieden en afschaffen. Dan krijg ik over de 100 hits. Dat is echt wel een middel wat de Partij voor de Dieren graag inzet. Als ik even een korte selectie mag voorlezen. Partij voor de Dieren is voor een verbod op bont, leer, dierproeven, landbouwgif, landbouwsubsidie, dierentuinen, circus, dolfinarium, aquarium, sportvisserij, vleesreclame, zuivelreclame, fastfoodreclame, dierenwinkels, dierenmarkten, levende kerststallen, zwientje tikken, het rapen van kievietseieren. Ik zeg niet dat ik het met al die maatregelen oneens ben hoor, maar is het totaal van verboden niet een beetje te veel van? Nou, laat ik er even eentje uitpikken voor de dierproeven. Dat heeft trouwens. Nou, of de kievietseieren. Nee, doe de kievietseieren bijvoorbeeld. Maar de kievietseieren. Maar het gaat om het principe. Vinden wij overigens ook een belangrijk punt. Ja. Hè? Het neergaan van die weidevogels. Het gaat maar even om het principe van die verboden. Ik pak er toch eentje uit die ik vrij ingewikkeld uit kan leggen. Het duurt niet heel erg lang. De proefdieren. Wij willen dat patiënten geholpen worden.
Hoe doe je dat? Dat doe je door inderdaad onderzoek te doen. Waarbij dierproef is een middel dat al 400 jaar gebruikt wordt. Maar wat een heel fout diermiddel, een heel fout proef is. Omdat er ook steeds meer wetenschappelijke kritiek op is. Wij willen de patiënt geholpen worden, even ongeacht van het middel dat je inzet. En wij zeggen, maak nou meteen een vertaalslag van bijvoorbeeld cellen, weefselorganen naar mensen. Ik bedoel, ik ben zelf bioloog geweest, ik ben zelf betrokken geweest bij dierproeven. En ik weet dat het een gouden standaard is. Dat heel veel mensen zeggen, onderzoek kan alleen als er een dierproef aan gekoppeld zit. Maar zijn verboden in het algemeen als beleidsinstrument een effectieve manier om het gedrag van burgers en bedrijfsleven te veranderen? Alleen als je er een alternatief tegenover kunt zetten. En bij dierproeven zeggen wij ook, zet vol in op die ontwikkeling van alternatieven. En zet vol in op de, zeg maar, de brede erkenning en vooral ook de politieke erkenning van die alternatieven. Maar, ik ga de partij van de dieren steunen. Sorry, meneer Rijpels, ik heb een vraag voor u. Als u zo'n lijstje verboden hoort, als liberaal moet u er ook een beetje zenuwachtig en ongemakkelijk van worden. Nou, levende kerststallen, waar gaat het over? Ja, voor een deel word ik van zo'n lijstje, nou, zenuwachtig word ik niet zo gauw. Voor een deel van dat lijstje ben ik het er niet mee eens. Maar ik ben het wel met hem eens dat op milieuterrein, op energieterrein, heb je soms ook gewoon verboden nodig. Ik bedoel, het energieakkoord is gebaseerd op vrijwillige afspraken. En die blijken dus nu een succes te zijn. Maar in hetzelfde energieakkoord staat ook, als de afspraken niet worden nagekomen, dan komt de minister met een verbod. Of met een wettelijke regeling. Nou, die dreiging is ook in het energieakkoord nog een paar maanden geleden gebruikt door de minister om te zeggen tegen de industrie, jullie hebben dat afgesproken, jullie dreigen het niet te gaan leveren, of ik kom nu met een wettelijke maatregel, of jullie spreken het zelf. Dus een verbod is wel degelijk een goed beleid. Ja, maar er is soms niks tegen op een verbod. U bent het daarmee eens? Ja. Nou, wat ik heel merkwaardig vind is dat vaak bij groene onderwerpen, hè, heel veel mensen pleiten voor dat moet leuk zijn en vrijwillig en aantrekkelijk. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over, nou, alleen onze verkeersregels, dan zegt iedereen hogere boetes, strengere straffen, die mensen moeten voor jaren opgesloten worden. Of als je kijkt naar het terrorisme-dreiging, dan wil iedereen keiharde regels. Of mensen die een uitkering hebben, dat moet tot de millimeter gecontroleerd worden. Of anders 2 jaar terugbetalen en ze gaan dus ook daadwerkelijk de gevangenis in Nederland. En dan hebben we het over iets waarmee je mogelijk, nou ja, voor een heleboel mensen het leven op aarde erg moeilijk maakt. Als klimaatverandering niet aangepakt wordt, krijg je vluchtelingenstromen die we nu gezien hebben. Hey, you ain't seen nothing yet. Mensen in die landen blijven echt niet tot hun middel in het water staan, omdat er ergens een grens is. Mensen gaan dan enorm bewegen. En verboden en daarvan wordt gezegd van ja, dat moet je niet met verboden doen. Hoor. Dat is zo akelig. De kritiek van Rutte, het leven moet wel een beetje leuk blijven. Je moet gewoon 130 kunnen blijven rijden. Ja. En dan wil GroenLinks zeggen van nou, iets langzamer kom je er ook en wel. Als we kijken naar een ander instrument wat GroenLinks heel erg heeft ingezet. In de verkiezingen is het daar heel veel over gegaan, over alle belastingen. In totaal wil GroenLinks ongeveer 18 miljard aan milieubelastingen doorvoeren. Is dat niet een beetje te veel van het goede? Nee, dat is precies wat het nodig is. En wat we ook prima kunnen dragen en waardoor degenen die de grootste vervuiling veroorzaken een financiële prikkel krijgen. Het grote bedrijfsleven is vooral gevoelig voor financiële mogelijkheden. Dus je moet ze zeggen, op deze wijze ondersteunen we je, helpen we je, zijn er zachte leningen te krijgen. Om je bedrijfsvoering groen te maken, doe je dat niet, dan kost het wat. Wil jij met een hummer door de PC-hoofd? Nou, vooruit het mag. Maar dan gaan we je ook enorm veel belasting laten betalen. Meneer, want er zijn ook kleine elektrische auto's. Het is een heel oud principe waar ik een groot voorstander van ben. De vervuiler betaalt. Ja. Dat is het meest rechtvaardige principe. Want als je dat principe niet toepast, dan is het of de belastingbetaler uit de algemene potten. Of je schuift het probleem door naar een ander land. Of naar een volgende generatie. Dus ik vind de vervuiler betaald. Ik zeg ook altijd tegen wat jij dan sommige ongelovige liberalen, als het gaat over een duurzaam energiebeleid, zeg ik altijd, vervuiler betaald is het meest liberale principe wat maar denkbaar is. En nou, dat zegt u dus ook in uw partij, want daarin is opvallend dat... Nee, maar dat was de basis, is dat... Ja. Maar waarom steunt de VVD dan eerder fiscale voordelen voor grote multinationals, ook de grootste vervuilers daarin? Hoe komt dat nou overeen met uw verhaal? Nee, maar goed, ik zit hier even als voorzitter in de boerderscommissie. Ik ga ook niet de VVD voortdurend zitten verdedigen. Overigens nog wel één punt waar ik wel even iets over wil zeggen, namelijk over die 130 kilometer. Ik heb me daar bont en blauw aangeërgerd aan die verhoging van de maximale. Ik heb toen een column gegeven wat ik het ergste vond in de Tweede Kamer. En ik weet niet meer wie het precies gezegd heeft, maar er werd in de Tweede Kamer toen gezegd, ja, die 130 kilometer die past het beste bij de belevingswereld van de automobilist. Ik herhaal het nog een keer, bij de belevingswereld. Toen heb ik een column geschreven in een autoblad. Ja. Toen heb ik gezegd,
Ik daag alle Kamerleden die voor die 130 hebben gestemd uit om de eerste volgende keer dat er een kind van 3 jaar omkomt door een automobilist naar die ouders toe te gaan en tegen die ouders te zeggen, ja sorry, maar het past het best bij de belevenis van de automobilist. Ja. Dat verhaal heb ik geschreven omdat ik het echt een absurde discussie vond om naar 130 te gaan met alle nadelen, even los van het milieu, maar ook ongelukken. Gewonden, verkeersveiligheid, doden. Ja. Het is, En op het punt van belastingen, u bent het zelf eens met bijvoorbeeld de vleestax van GroenLinks? Nou, in die commissie die ik heb voorgezeten, op advies overigens, want die commissie heeft een advies uitgebracht aan het kabinet, op verzoek van Martijn van Dam, de staatssecretaris. Daar hebben wij ook onderzocht of wij via een belastingmaatregelen, die drie sterren kip of de twee sterren kip, of de kip van morgen, van overmorgen, al dat soort dingen, of je die zou kunnen promoten door zeg maar, de producten die niet aan de normen te voldoen, om die te belasten. Nou bleek dat dat dus door de Europese gemeenschap, we hebben dat juridisch laten uitzoeken, alle kanten, de advocatenkantoren, dat het wordt afgeschoten, dat je dat niet voor elkaar krijgt. We hebben wel nog een paar maatregelen voorgezet en gezegd, je moet wel als kabinet druk blijven uitoefenen op die vleesindustrie en vooral op de grote, we praten over de grote supermarkten, want als de supermarkt om is, dan gaat het dus razendsnel. Dus je moet druk blijven uitoefenen en kijken of je dan op de vrijwillige manier. Deze maatregelen kunnen wel, want al deze maatregelen, het schermt nogal met alle verschillende planbureaus. Het GroenLinks-programma waar jullie deze cijfers uit hebben, is helemaal doorgerekend. En maatregelen die niet uitvoerbaar zijn, worden gewoon niet geaccepteerd. Kijk, je kan het niet wenselijk vinden, het kan ingewikkeld zijn. Je kan er allerlei bezwaren tegen hebben, maar het pakket zoals dat daar ligt, dat is in werkelijkheid uitvoerbaar. Belasting is een van de weinige dingen waar Nederland nog wel iets over te zeggen heeft, in Europa niet. Wat dan bovendien is, zeg maar dat stukje bio-industrievlees wordt dan wat duurder. Aan de andere kant zegt de Partij voor Dieren, zorg nou dat de belasting op arbeid lager wordt. Past ook weer in het verhaal van de vervuiler Arbeid wordt lager, het gebruik van grondstof wordt hoger. Ja. Dat betekent dat het stukje vlees duurder wordt, maar dat mensen wel meer overhouden van hun geld en dus ook gewoon duurzamer. Even voor alle duidelijkheid, want ik heb de commissie voorgezeten en helaas moet ik dus zeggen, we hebben het uitgezocht, we weten dus ongeveer hoe het zit. Je kunt, en dat heb je Europese regels, als jij in Nederland een belastingmaatregel op wil leggen op vlees dat uit het buitenland komt, dat gaat niet. Dat verbiedt Europa en dat is dus het ingewikkelde. Ja. En zie, nogmaals, als het mogelijk was geweest, dan had mijn commissie het voorgesteld, want we hebben erover gediscussieerd. Nou ja, het CPB zelfs heeft de landbouwwereld, het geaccepteerd. Zelfs de landbouwwereld, die was het daar, de afgevaardigde in mijn commissie, was het daarmee eens. Als het kan. Ik wil nog even naar het publiek, want er zijn vast nog publieksvragen. Ik zie daar een meisje hiervoor aan. Ja. Ik heb een vraag over de internationale energietransitie waar Nederland zich nu in bevindt. En eigenlijk met name over de energieagenda. Daar staan namelijk naar mijn idee wel wat tegenstrijdigheden. Omdat aan de ene kant wordt de nadruk heel erg gelegd op hernieuwbare energie en dat het aandeel ook omhoog moet. Maar aan de andere kant wordt met name het belang van natural gas heel erg benadrukt. En sterker nog, wordt het ook vergroot in de energiemix van Nederland. En het staat er ook een aantal keer in de agenda dat het aandeel fossiele brandstof ook nog voor een langere tijd belangrijk blijft voor Nederland. En nou weet ik dat aardgas schoner is dan olie, maar het is en blijft een fossiele brandstof. En ook nog even ter context, in een recentelijk CBS-rapport stond ook in dat de Nederlandse overheid met name wil dat de Rotterdamse haven zich gaat ontwikkelen als een aardgashub van Europa. Dus, en concreet je vraag is? Mijn vraag is, hoe verklaren wij dat als we aan de ene kant heel erg ook op internationaal niveau sterk inzetten op de internationale energietransitie, dat het heel belangrijk is, maar aan de andere kant het aandeel fossiele brandstof blijven vergroten en ook de economische belangen naar mijn idee veel groter afwegen dan de milieuafwegingen. Dus maar hoe verklaren wij dat? Ja, meneer Wassenberg? Hele terechte vraag. Daar zit inderdaad iets heel ongerijms in. Bovendien is het eigenlijk nog erger, want Rotterdam zou voor een aardgashub moeten zijn. Nou, we hebben toevallig samen met Lisbeth en Sandra Beckerman vragen gesteld over een schip met schaliegas uit Amerika. Onder de meest erbarmelijke omstandigheden is ze daar gewonnen. Dat is hier naartoe gebracht. Heb ik gevraagd wat gebeurt daar? Vindt u het allemaal wenselijk? En het antwoord was, dat wordt dadelijk toegevoegd aan de aardgasbel, want we kunnen niet onderscheiden wat de herkomst ervan is. We kunnen niet weten waar het uiteindelijk naartoe gaat. We kunnen daar niks aan doen en we kunnen het ook niet eens ongewenst vinden.
Dus het is nog erger dan u zegt, want het is inderdaad dat aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof, dus op die manier, als we zeggen, nou, we gaan tijdelijk wat meer aardgas gebruiken, dan komen we nog nergens. En of het nou uit Groningen komt, waar de huizen verzakken en aardbevingen ontstaan, of uit Amerika, waar extreme milieuproblemen ontstaan. Gelukkig inderdaad dat het niet in Nederland wordt gewonnen, daar willen we ook een stokje voor steken. Maar het is een volstrekte ongerijmdheid dat wij zeggen, we gaan meer inzetten op duurzaamheid en we halen de rotzooi uit Amerika. Om het hier te gebruiken bij vallen. Meneer Nijpels? Ik kreeg het woord. In die agenda van Kamp, dat was een agenda voor de toekomst. Daar moet nu bij de kabinetsformatie over worden besloten. Daar staat ook in dat we van het aardgas afgaan. Er staat in, we gaan aardgas niet meer gebruiken voor de verwarming van huishoudens. Met andere woorden, de inzet is wel degelijk dat we afgaan van het aardgas. En even los daarvan, want dat moet straks politiek ook worden hardgemaakt in een regeerakkoord. Maar voor zo'n regeerakkoord, er wordt de indruk soms gewekt in de publiciteit alsof een nieuw kabinet nog een beetje een vrije keuze heeft. We doen een beetje dit, een beetje dat. Nee, een nieuw kabinet is gebonden aan de doelstellingen van Europa. Europa zegt, in 2030 moet ook Nederland 40% reductie hebben van CO2, linksom of rechtsom. We zijn ook gebonden aan het akkoord van Parijs, heeft de Tweede Kamer met uitzondering van de PVV in december massaal ja tegen gezegd. Tot tranen toe geroerd iedereen, ja tegen Parijs. En Parijs vraagt gewoon aan ons een energieopwekking in 2050 die volledig CO2-vrij is. En daar moet een nieuw kabinet dus aan werken. Dus het is niet zomaar een beetje vrijblijvendheid. De ruzie kan nooit zijn of we dat doel gaan bereiken. Die doelstelling ligt vast. De ruzie gaat in Nederland vooral over de methodes die je gebruikt. En over de snelheid. Kunnen we een stukje sneller? Het Zweedse parlement heeft gisteren besloten met een overgrote meerderheid dat Zweden al in 2045 CO2-neutraal wil zijn. Ja, dat is gewoon een politieke keus. En dan moeten die partijen nu bij de formatie gaan maken. En als we kijken naar die politieke keuzes die partijen moeten maken, want jullie komen uit verschillende achtergronden, verschillende visies, verschillende beleidsmethodes die jullie voorstaan, dan merken we toch dat om een duurzame toekomst te krijgen er wel degelijk compromissen nodig zijn. Ze willen eigenlijk even kijken op welke punten jullie denken dat dat kan en welke punten niet. Dat gaan we kort doen, want we hebben niet heel veel tijd meer. Maar meneer Nijpels, op welke punten denkt u persoonlijk, niet vanuit de VVD, maar u persoonlijk, bent u het eens met deze twee andere gasten die hier zijn? Op het punt van klimaat. Nou, heel simpel. Wij moeten op zijn minst in 2030 40% reductie hebben van CO2. En ik denk dat het verstandig is om daar nog iets bovenop te doen, omdat dat veel kostenefficiënter is. Alle maatregelen die je later doet, kosten dikwijls meer op dit punt, dat is één. En twee, over Parijs kan niet meer worden onderhandeld. Parijs is uitonderhandeld. Dus de vraag is alleen, hoe snel gaat die transformatie naar een duurzaam energiesysteem, hoe snel gaat die plaatsvinden? Die energietransitie vindt plaats. De burger heeft inmiddels al het heft in eigen handen genomen. Dat is dus een goed bericht. Ja. Want die burger wacht niet meer op de overheid. We hadden in 2017 hadden verwacht dat er 60.000, 70.000 huishoudens zonnecel op de daken zouden hebben. De werkelijkheid is nu dat er 400.000 huizen zijn met zonnecellen. Dus die burger, die wordt in plaats van dat die energie afneemt, passief, wordt die leverancier. Ja. Dus die burger, en dat geldt ook voor grote delen van het bedrijfsleven. Groot deel van het bedrijfsleven die zegt, kabinet of politiek, aarzel niet zo lang, geef ons zekerheid en dan gaan wij het probleem oplossen. Mevrouw van Tongeren, u bent het er niet mee eens, u knikte nee net. Nou, wat ik kan Ed op een heleboel punten vinden, maar wat ik zo jammer vind is dat er eigenlijk gezegd wordt, alles komt goed, terwijl in Nederland de CO2-uitstoot toeneemt. En we heel weinig schone energie hebben, energiebesparing niet lukt. Dus als je jezelf steeds vertelt van ik ben al fit, ik ben al afgevallen, ik kan die salto achterover al, dan gaat de urgentie eraf. Iets en minder optimisme vraagt u misschien van meneer Nijpels. Ik wil veel meer urgentie. En die mogelijkheden zijn er. Ja, wind op zee is fantastisch. Ja, er zijn redelijk wat burgers die zonnepanelen neerleggen. Maar laten we eerlijk zijn, en dat heb je ook wel gezegd, we bungelen hartstikke onderaan. En we hebben het energie, enthousiasme, maar ook de urgentie nodig. En even op die mevrouw. De reden waarom het volgens mij niet opschiet, is omdat je twee richtingen tegelijk aangeeft. De huidige regering doet dat. Die zegt, en we moeten nog heel veel fossiel. We halen nog teerzandolie uit Schonebeek in ons eigen Nederland.
die in Groningers zitten. Nou ja, ellendiger kan het bijna niet wat we daar die mensen aandoen voor de gaswinning. Dat moet allemaal door, kleine veldenbeleid. We gaan heel veel nieuwe plekken aanboren. En we moeten schoon. Nou, als je mensen vertelt en je kan hamburgers eten en milkshakes. En je moet gezonder aan de gang en lekker groentes eten. Dan weten mensen iets dat niet meer. Dus je moet veel meer urgentie uitgeven. Bijvoorbeeld in Duitsland ook gedaan hebben. Ja. Meneer Wassenberg, tot slot. En kort alsjeblieft, waar ziet u de consensus ontstaan? Waar is een compromis mogelijk voor u? De consensus zien we inderdaad. Nou, iedereen is van overtuigd dat er iets moet gebeuren. De grote verschilpunt ligt inderdaad het tempo waarin. Nog toch heel eventjes nog in die 5,8 en 5,9%. Doelstelling is 14% duurzame energie in 2020. Partij voor Dieren vindt het al veel te langzaam. Ja. Maar als we dit tempo doorgaan, duurt het nog 81 jaar... voordat we de doelstelling van 2020 hebben gehaald. Dus een sneller tempo vindt u noodzakelijk? Ja, we hebben nu 0,1% in een jaar. En dan moeten we de komende 3 jaar 2,7% erbij om op die 14% uit te komen. Dus we moeten 27 keer zo snel. Ja. Nou, dat optimisme is wat ons betreft misplaatst. Dus we moeten echt vol aan de bak om van het gas af te gaan naar de andere duurzame brandstoffen. Dus we moeten nou echt serieus nemen er iets aan gaan doen. Duidelijk. Vol aan de bak, misschien niet de meest hoopgevende slotboodschap, maar wel een activerende. Ik wil, voordat ik onze gasten bedank, jullie bedanken voor jullie komst. Dit was de laatste aflevering van Room for Discussion van dit seizoen. Na de zomer, vanaf september, zijn we terug met seizoen 10. En dan beginnen we in september onder andere met een sessie over de Griekse schuldencrisis. En is mediamagnaat John de Mol is hier te gast. Dus dat wordt zeker weer interessant. We hopen jullie dan allemaal terug te zien. En we sluiten af met een groot applaus voor onze gasten. Dank voor jullie komst.